weer. Graf Fietsen kunnen we vandaag wel vergeten. Ja. Maar ik heb een ander idee. Wat ga je met die raketten doen? Bij zo weer kun je toch niet gaan tennissen? Het is nog te slecht voor een spelletje pingpong. Je hebt gelijk. Luister, we gaan muziek maken. De pingpongraket is een gitaar. En die om te tennissen, een bas. Oké? Femke, je bent een genie. Nu dan? A one, a two, a one, two, three, four! Is een schuilplaats voor lawaaimakers. Niet alleen word ik voor een piano gesleurd. Ik zou eerder zeggen, uit een piano gesleurd. Ja, dat is nog erger. Zei ik toch? Kortom, dat alles zonder dat men mijn mening vraagt. Zonder de minste uitleg. En bovendien, en dat is wel het toppunt, word ik uitgelachen. Voor gek verklaard onder het voorwendsel dat ik niet van muziek hou. En dat neem ik niet. Nee, nee, nee. Nee, zeg ik je, nee, zeg ik je, nee en nee. Dat neem ik niet zolang ik hier ben, doe ik mee. Nu ben ik aan de beurt, bereid je al maar voor. Ik geef het staaltje weg en solo mannenkoor, joh. Dat was dat. Toch zou ik willen dat je me vertelt hoe dat zoiets ontstaat. Van waar komt dat geweld? Weten jij bent in de war, dat men geen omelette pakt op de boulevard. Toch zou het lollig zijn zo met een beetje grin. Jérôme die zal wel zien dat hij het antwoord vindt. Jérôme die zal wel zien dat hij het antwoord vindt.
Jazeker. Als het regent, kun je je ook amuseren.